En welkom weer in een nieuwe video. In deze video ben ik niet alleen. Ik ben samen met Elisa, mijn best friend. En vandaag gaan we dus iets superleuks doen. Ik ga het zo even bijpakken. Wee! Wij gaan rainbow glitter slime maken. Ja. We hebben dit gezien in de winkel. We waren samen naar de stad geweest. En we dachten, ja, laten we dit uitproberen. Het was 8 euro, dus het was ook niet zo duur. Meestal zie je zulke slimepakketten hartstikke duur. Ja, maar dit was niet zo heel duur. Nee, het ziet er echt heel fake uit of zo. Echt met een green cream. Ja, het lijkt net zo met zo'n green cream. Want je kan het toch nooit zo mooi krijgen? Ja, en als je het gaat mengen, dan is het toch geen rainbow meer. Nee, dus we zijn heel erg benieuwd. En of dit ook voor 8 euro echt gaat werken. Ja. Oké, zullen we hem maar openmaken? Ja. Oké, we gaan hem nu openmaken. Ja. Oeh, een zakje. Wat ruikt dat zo? Verder niks. Oké, echt veel hier staat ook geen beschrijving op. Dus hier staat wel wat bij, maar ik vind het wel een beetje apart. Ik heb dat niet. Ja, ik weet niet. Oké. Oh, hier de rainbow. Die moeten wij maken. Dan moeten we dit volgen. Oh, kijk, je kan verschillende maken. Oh, nu snap ik het. We gaan dus allemaal verschillende maken. En wij gaan dus een rainbow maken. Dus dan staat allemaal wat je nodig hebt. Oké, er zit in. Dit is glue. Dit is lijm. Echt een mini bordje. En dit is een soort van borax en alles. Alleen er staat op katalysator, maar dat is dus borax. Dit is verf, staat erop. Ik denk van kleurstof. Yeah. Dit is ook lijm. Dit is rood verf. En dit is weer ook katalysator ofzo. We moeten dan wel een bakje zo even pakken. Ja. Want dat zit er niet in. Twee ijsstokjes. En 3 zakjes glitter. Ja. Maar we hebben nu de kleuren. Ja, dan moet je eens gaan. Ja, maar we hebben nu zilver, blauw, goud, rood en groen. Maar dat is toch niet echt regenboog? Roze dan. En geel dan. Nou, we zullen het zien. En paars en zo missen we ook allemaal. Maar we gaan eens kijken. Dus ik ga nu even een bakje pakken. En we gaan kijken hoe het eruit gaat zien. Ja. Oké, we hebben dus nu een bekertje met water. 5 milliliter. We weten niet ongeveer. We weten niet precies, want we hebben hierboven geen maatbeker. Maar we hebben ongeveer gedacht. Ja. En we hebben even een bakje gepakt. We gaan precies de instructies nadoen. Terwijl de instructies heel raar zijn, maar... Ja, nou, ja, eerst het water. Eerst moeten we het water erin doen. Oké, wacht, ik leg dit even weg. Zodat jullie het wat beter zien. Oké, dit is dus het bakje. Ik dacht dat dit ongeveer 5 milliliter was. Oké, dan. En dan staat er een stokje aan. Maar dan moet je roeren, maar... Oké, nou, water roeren. Oké, dan. Dat is dit. Lijm. 1 lijmpje. Oké, zou ik hem in doen? Zou ik deze helemaal? Want straks moeten we volgens mij nog een keer, of niet? Nee, dat moet pas bij het andere. We hebben er gewoon nog geen, omdat je er nog in kan maken. Nee, maar je moet toch zo volgen? Oké, we gaan gewoon het lijm erin doen. Weet je, we zien wel. Deze beschrijving is heel onduidelijk. Vind je niet? Oké, deze. Maar dat is ook nog wel even. Oké, wat moeten we dan doen? Wat moeten we dan doen? Eerst dit denk ik roeren. Katalysator, dus de borax. Maar waarom? Ja. Oké, dan gaan we nu gewoon de borax toevoegen. Volgens mij is dit geen volgorde hoor. Volgens mij is dit gewoon een volgens mij moeten we gewoon zelf een beetje een volgorde maken, denk je niet? Zullen we gewoon zelf een volgorde maken? Ja. Oké, wat zullen we nu eerst kleurstof bij doen? Ja, is dat dus alleen eerst rood? Nou, tenminste, er staat gewoon één color. Die maar. Ja, maar voor het nog. Oh, dat is de rode. Ja, maar wat is dit dan voor kleur? Haha, we weten niet hoe dit moet. Nog een potje lijm erin doen dan. We doen gewoon nog een potje lijm erin. Nina. Nee, maar deze lijm is echt heel vloeibaar. Nina, het lukt niet. Er is een stokje erin. Deze lijm is te vloeibaar, lijkt het net. Ho, en het komt ook lekker op de tafel. Ik wil niet. Nog niet? Oké, zo. We hebben dus nu 2 potjes lijm en 5 milliliter. Anders zit ook lekker onder. Bloed. Oké. Echt niet te veel. Dat geeft heel erg af. Dat zal genoeg. Wow, ik wil roeren. Wow, jongens, kijk hoe vet deze kleur.
dus rainbow worden, dus... Ja, echt. Hoe moeten we dit ooit gaan doen? Want ze zeggen dat ze al het lijm in één keer moeten doen. Maar ik snap het niet zo goed. Oké, zullen we groen er gewoon bij gaan doen dan? Ja, maar dat gaat ze niet. Wel, er staat hier een druppel en hier één druppel. Ja. Er zit geen kleur bij. What the fuck? Bruh. Oké, maar... Ik krijg het niet meer vinden. Oké, ik ben helemaal klaar met nu al met dit speel. Oké, zullen we glitters toevoegen? Weet je, we gaan gewoon rode slime maken met glitter. Ja, oké, we hebben even schaar gepakt, want dan gaat wat makkelijker. Maar wat gaan we nu doen? Want het is wel... Eigenlijk, zullen we dit gewoon indoen dan? Ja. Serieus, heb je nou serieus mijn stokje net gemaakt? Heel druk. Oké. Maar dit lukt nooit om regenboog te maken. Zullen we gewoon deze kleur slime maken met glitters? Want... Gaan we nog meer glitter bij doen? Ja, zullen we het hele zakje glitter bij doen? Ja, oké, jongens, het spijt ons heel erg. Hier, doe je deze erbij. Het Het spijt ons heel erg. Wij dachten ook dat we heel mooie rainbow slime konden maken, regenboog. Maar we hebben alleen maar de kleuren groen en rood. Waarvan de potjes echt maar tot hier zijn gevuld. Maar dat is niet het probleem. En we hebben ook maar een paar kleuren glitter. En daar kun je echt... Daar kun je echt bijna niks mee. En het staat ook echt niet duidelijk aangegeven. Dus dan gaan we maar gewoon rood slijm met zilveren glitters maken. Ik denk dat dat het enige optie is wat we nu kunnen doen. Dan gaan we nu de... Ja, we gaan nu de borax. Ik denk dat we er echt een heel klein beetje van moeten zijn. Ja, ik pak er dan twee. Oh ja, heel klein beetje. Misschien kunnen we eentje er een beetje eerst uithalen, anders is het heel moeilijk. Oké, okay, zo. Hier bijvoorbeeld. Nee, maar... Oh ja. Ja, die leggen we gewoon daar. Laat maar. Ja, zo. Oké, okay, hoe jij dit? Dan doe ik er steeds wat bij. Geeft het een effect? Ja. Woehoe. Het geeft een effect, jongens. Ja, alleen je moet echt... Wacht. Wacht, hoe hard... Ja, er moet echt nog wat bij. Ik zal even stoppen. Wow. Wow, dat stuk was echt goed, zag je? Het lijkt echt hoe sneller je roert, hoe harder je wordt, ja. Oké, mag ik niet... Oh my god, dat is zoveel te makkelijk. Oké, we hebben dus nu verder geroerd. En kijk, het is echt wel wat slijm. Maar die heeft net ook al heel lang geroerd. Zullen we nog heel iets bij doen? Heel klein één drupje? Ja, ja? Dat wel. Oké. Zo, dan gaan we dit even roesten en daarna kneden. Ja. Yeah. Oké. Okay. Nou. Yeah. Oh my god. Oh my god. Oké, zal ik het uithalen? Oké. Maar straks geeft dit heel erg af op de tafel. Ja, hoeveel durf zit er niet in? Oh nee, oké. Okay. Oh my. Deze is zo fijn! Ja, alleen het is wel... Deze is heel fijn! Ik weet het echt... Hij is wel een beetje plakkerig nog, vind ik. Vind je niet? Ik vind hem best erg. Ja, ik vind het wel een beetje meevallen. Ik vind hem... misschien moeten we er wel... Zullen we er nog meer iets bij doen? Ik denk dat hij dan te waterig wordt. Ja, maar scheerschuim bij helpt ook. Ja, scheerschuim. Oké, okay, ik heb boven hier nog wel scheerschuim. Zou ik het gaan pakken? Ja. Oké, okay, we gaan nu even scheerschuim pakken, mensen. Oké, okay, dit vind ik dus best wel slecht, want ze hebben dus geen scheerschuim of zo erbij gedaan. Dus dat gaan wij er zelf bij doen. Dit is gewoon van mijzelf, dus ja. Oké, doe je ook nog. Oké. Zo, ik doe eerst een klein beetje, zeg maar. Ik vind het echt jammer dat er geen... een rainbow slime hebben. Ik ook, maar het stond zo onduidelijk erop dat we het gewoon echt niet kunnen zien. Nee, dat klopt. En die tik me steeds aan. Ja, omdat het ding aan mij plakt. En als ik er weer weg ga, dan valt die op. Oh my god, jongens. Slijm. Oké, okay, zou ik er nog wat meer bij doen? Ik zou er ook of anders lensvloeistof bij doen. Ja, jongens, we gaan lensvloeistof pakken. Oké, okay, ik heb nu dus lensvloeistof gepakt en dit is zeg maar ook van mij. Dus het hoort niet bij dit pakket en dit gaan we gewoon bij doen, want dit werkt niet, plakt veel te erg. Alles wat je erbij doet helpt niet. Dus, ja. Nou, het wordt er steeds wel wat fijner. Zeg maar als je steeds meer scheerschuim, lensvloeistof en zo toevoegt. Ja, dus... hij plakt nog wel een beetje. Ja, dat vind ik, ja, bij mij ook nog wel een beetje. Maar zou jij dit voor 8 euro, als je dit wist, nog een keer kopen? Nee. Nee? Nee. Ik ook niet. Ik vind het echt... Het slijm wordt wel fijn, dat zeg ik wel echt. Het is echt heel erg fijn slijm, ja. Vind ik nu.
Maar je moet zelf dingen toevoegen. Maar je moet zelf scheerschuim, lensvloeistof toevoegen. Tot het echt heel erg fijn wordt. En dat vind ik echt eigenlijk onterecht. Want je koopt een pakket en dan denk je dat alles erin zit. En dan moet je zelf nog dingen toevoegen. Omdat dat er niet bij zit. Dus ik vind dat echt, ik zou dat echt niet doen. Ja, en als je niet thuis hebt, dan is dat best wel vervelend. Oké, alles is weer opgeruimd en zo. Ja. En wat ik van het slijm vond, ik vond het wel, nu is het wel fijn, maar als je het zonder die lensvloeistof of scheerschuim die wij er zelf hebben bijgedaan, er niet bij deed, zou denk ik niet heel fijn zijn. En ik zou het niet opnieuw kopen van 8 euro. Van 8 euro. Ik vind het ook heel fijn slijm. Kijk, het is ook echt heel erg zacht en het is ook echt een mooi kleurtje, maar ja, daar gaat het eigenlijk niet om, want het zou rainbow slijm moeten worden, dus regenboog slijm, zoals je hier ook ziet op de kit op de dood. En het zou dus zo moeten worden en ja, ik vind het is echt flutzooi, want het stond ook niet duidelijk van hoe je het moest doen en zo. Ja, en eerst water dan voeren. Ja, dat is gewoon onlogisch. Dus ik vind dit echt flutzooi. Maar ik vind het slijm wel heel erg mooi geworden. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Comment even hier in het i'tje. Er komt nu een i'tje aan. Wat jij van het slijm vindt. Of jij dit zou kopen of niet. Ik ben heel erg benieuwd of jullie dit zouden kopen of niet. En dan zien we jullie weer de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!